Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En zoals je al in mijn handen ziet, gaan we vandaag aan de slag met een bloementaartje van Oase Bio. En dan zal je natuurlijk denken, we gaan vandaag een bloementaartje maken. Maar niets is minder waar, want we gaan vandaag een ei maken. Ik kreeg heel veel vragen en reacties over het gevulde ei. Dat jullie het zo leuk vonden dat het een alternatief was voor een gewoon standaard ei. Of met tempeh of wat dan ook. Nou, vandaag gaan we met deze Oase Bio ondergrond een mooi staand ei maken. Zoals je kan zien heb ik ook al de pin hier naast me. Daar gaan we ook mee aan de slag. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Goed, laten we maar gauw gaan beginnen. We gaan het bloementaartje rechtop verwerken. Ik heb hem al even vol laten zuigen met water. Ik krijg heel veel vragen of de Oase Bio hetzelfde is als het gewone groene steekschuim. De kwaliteit is echt precies hetzelfde. Het is gewoon het hoogste kwaliteit van het steekschuim. En dat bevalt me heel erg goed. Dus wat mij betreft is het Oase Bio echt gelijk aan het groene steekschuim van Oasis. Dus ja, daar kun je zeker de kwaliteit van verwachten. Ik ga hem eerst op maat snijden. Dan maak ik er een ei van. En dan gaan we hem rechtop straks verwerken op de pin. Dus dat is heel erg leuk. Ik haal je even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst snij ik dus een deel ervan af. Je kan hem ook eerst even voorzichtig een beetje tekenen en zo. Met een mesje erin. Dat je een beetje een eivorm krijgt. Snij voorzichtig, want je kan er altijd iets meer afhalen. Maar erbij aanplakken is wat lastiger. Het komt niet heel precies, maar als jij hem in de vorm hebt van een ei en dat is gewenst, dan gaan we de zijkant even bevestigen met mos en dat zet ik vast met een krammetje. Als je daar tevreden over bent, dan kan je hem op de pin zetten. Let op dat hij in het begin nog best wel een beetje kan lekken. Dus als je hem ergens opzet, dat je daar even rekening mee houdt. Je kan er ook even een schaaltje onder zetten, tot hij het meest uitgelekt is. Vooral tijdens het steken vaak zo. We kunnen verder gaan met het opsteken van het steekschuim. Je kan ervoor kiezen om beide kanten op te maken. Je kan er ook voor kiezen om aan de achterkant ook mos te doen. Dat is persoonlijk waar je neerzet. Ik steek alles heel verfijntjes op. Dus heel compact in het steekschuim. Dit doe ik met mooie fijne bloemetjes. En dat doe ik gemengd. Zoals met trosroosjes, scabiosa, gipskruid. Ik heb nog wat grisantjes. Dus daarin kan je mooi gelijkmatig opsteken.
Zoals je kan zien hebben we het ei van binnen al mooi gevuld. Ik vind het nog mooi om het ei iets aparter te maken. En hij is wel super strak zo en dat is wel heel erg mooi. Maar we gaan van boven naar onder even het lijnenspel maken. En ik zet dat vast met een krammetje. Je kan de asparagus zo ver doen als je zelf wil. Ik doe hem tot onderaan en zet ik hem weer vast. Mocht je dit te wild vinden, kan je dat tussen de andere bloemen vlechten. En ik doe het ook met wat berengras. Je kan ook wat vlechtwerk toevoegen als je het leuk vindt. Mocht het lastig zijn om erin te prikken, dat kan komen door het mos, maak je even een gaatje. En dan kan je er heel makkelijk in prikken. Zoals je kan zien hebben we al een heel apart ei. Maar ik wil nog even wat quattro eitjes aan toevoegen. Want het is wel echt voorjaar. Past er mooi bij. Past mooi in dit sfeertje. En zoals je kan zien lekt het steekschuim eigenlijk nauwelijks. En dat komt omdat het heel goed het steekschuim houdt het water gewoon echt heel goed vast. Maar ja, mocht er iets lekken dan kan je daar natuurlijk altijd even rekening mee houden. Ik voeg de eitjes toe. Je kan ze ertussen doen. Je kan rijtjes maken. Je kan er alle kanten mee op. Dus ga daar zelf lekker creatief mee aan de slag. En ja, probeer dat gewoon lekker uit. Een klein beetje silantia om mee te laten lopen. En dan hebben we weer een heel mooi sierlijk paasei. Je kan hem dus eventueel op pin zetten. Je kan hem eventueel ook rechtop op een schaaltje zetten. Maar je hebt natuurlijk met het evenwicht te maken. En het voordeel van op een pin is dat hij mooi stevig staat. Je kan hem eventueel plat op een schaal neerleggen. Is ook heel erg leuk. Dus dat kan je helemaal naar eigen wens doen. Dat ligt er ook aan waar je hem neer wil zetten. Misschien wil je hem juist wat lager. Of ja, zoals nu dat je er tegenaan kijkt. Ook heel erg mooi. Wil je het pakket van vandaag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En wil je liever een andere kleur ontvangen, dan kan dat ook. Ik ben er weer blij mee. Net weer eventjes iets anders. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En je ziet mij de volgende keer weer. Doei!